kunnen bijna. Ik kan niet hoger, vrouw. Ja, nog een klein stukje. Wacht even. Zo. Je zit met een teen in mijn neus. Wacht even, nog een klein stukje. Ik ben er bijna. Ik hou het niet. Ja, ja. Ik hou het niet. Nee, oh, laat me dan maar rustig voorzichtig zakken. Ik hou het nee, niet. Nee, laat me zakken, René. Ik hou het niet. Nee, ik laat... Frank, leef je nog? Je hebt mijn rug gebroken. Oh, nou blijf jij dan maar rustig liggen, dan steek ik de lampion wel aan, Frank. Nee! Ah, laat mij de lampion. Nee, de lampion die steek ik aan. Laat mij de lampion. Oen. Nou, help mij opruimen. Ja. Nee, ga jij maar even het water halen. Water? Waarvoor water? Nou, als de lampion in brand vliegt. Oh, dan... Ja, dan haal ik het water. Ben ik van de brandweer. Ja. Die is het ballonnetje dat ik mijn vader geef voor zijn verjaardag. Is mijn cadeau. Hier is het... Hey. Waar is dat voor? Dat is voor papa zijn verjaardag. Dat is mijn verjaardagscadeau. Mooi is hij, hè? Ah, hij kan nog mooier. Hé. Hey. Hé, hey Frank. Waar is mijn verjaardagscadeau voor papa? Nou, dat weet ik niet. Heb jij geen verjaardagscadeau dan? Nee. Mag ik niet ook wat lucht in die ballon blazen, dat we het samen geven? Nee, dit is mijn verjaardag cadeau, dat wil ik zelf geven. Ja, dan heb ik niks op geven. Nou oké, okay, doe dan maar een klein beetje lucht erin, maar niet te veel. Nee, nee. Kijk, ik heb het meeste gegeven, dat kan iedereen zien. Zo, nee, dat is wel genoeg zo. Nee, nou, even de zure lucht eruit. Een pakketje. Ja, en dan... Dan mag ik hem geven? Nee, ik geef dit ballonnetje zelf, want ik heb hem... Nee, ja. Ik geef hem zelf. Ja, maar... Nee, maar, ik wil hem zelf geven. Ik kan alles... Ik nee, René, nee, nou niet, niet doen, nou voorzichtig. Nee, we geven hem samen. Nee, ik geef hem. Wat doe je nou, Oen? Nou hebben we niks om te geven. Ga nou maar niet janken, dan doen we wat anders. Weet je wat we zouden kunnen doen, René? We zouden kindercircus kunnen doen, dat is leuk. Dat ik op jouw schouders ga staan, want dat kunnen we. Dat ik op jouw schouders ga ja, staan? Ja! Dan moet jij daar gaan staan. Ja. Dan gaan we een voorstelling voor papa maken. Ja. Hallo, René! Hallo, Frank. Wat doe je nou? Ik ga toch op jouw schouders staan? Nee, ik ga op jouw schouders staan. Dan moet je zo doen. Ja. Ik sta wel, ik doe. Wat ga jij dan doen? Heb je plezier, Frank? Nee. Frank, kijk nou. Frank, je tanden. Je nee. Tanden? Het is macaroni. Dat moet je niet zeggen, dat is juist de grap. Oh, nou, René. Het gezicht. Ik ga op jouw schouder staan. Ja, wat moet ik dan? Frank? Waar is Frank? Frank? Waar zit hij dan? Frank? Frank, er zit hier een dolle hond die beet in mijn kom. Waar dan? Ja, ergens in. Frank, zoeken, René, zoeken. Hij kan niet ver weg zijn. Misschien zit hij wel. Hey. Hey, Frank. Kijk nou wat ik vind. Heeft papa nog niet opgeborgen? Kijk nou eens wat ik heb, zeg. Hey. Dat is de schroef van de caravan, René. Ja, maar... Moet je eens even kijken wat de schroef... Kan je nagaan wat een grote caravan papa heeft? Ja, is de grootste van de hele straat. Ah, joh. Papa heeft de grootste caravan van de hele stad. Nee, papa heeft de grootste caravan van het hele land. Ah joh, papa heeft de grootste caravan van heel Europa. Van de hele wereld. Ha! Nee, niet van het heelal. En omstreken. En daarbuiten.
En de zwarte gaten. Zeg, mag ik wel even mijn schroef terug? Want ik vond hem. Ja, maar ik heb hem. En wie hem hebt, daar gaat het eigenlijk om, hè. Dus kijk, want als je deze schroef hebt, dan ben je de baas. Want de schroef, die is de baas. Ja, maar wat heb ik dan? Nou ja, zoek jij zelf wat, zeg. Huppakee. René, kijk, ik ben de koning op je knieën. Ja. Hier. Kijk, maar, hey, als je de schroef hebt, dan ben je hem, hè, weet je. Dan moet iedereen naar je luisteren. Yes. Kijk wat ik heb. Ik heb hem. Oh, dat is de moer. René, daar is geen moer aan. Als je de moer hebt, dan ben je waardeloos. Betekent dat je waardeloos bent. Oh ja, jongen. Ja. Jongen, die moer, die wurgt de schroef. Die wurgt de schroef? Ja. Wie wou je daarvoor meenemen? De moer. Ah, jongen, ik pak gewoon even mijn schroevendraaier en dan schroef ik je moer vast. Ah, ja, een schroef. Jongen, voor deze moer heb je toevallig wel drie dingen nodig. Water, een pomp en een tang. Water, pomp, tang? Ah, joh, ik pak even mijn steeksleutel en ik steek je zo vast dat je vastroest. Ben ik zo weer los met mijn Engelse sleutel? Engelse sleutel? Yes, sir. Besteed not. Besteed? Besteed not. Besteed wel. Oh, yes. Nou, dan pak ik mijn Amerikaanse sleutel. Die besteedt nog. Oh, no. Oh, no. Waar maken ze anders die raketten mee? Not. Jawel, ik ken trouwens Amerikaanse gymnastiek. Hoe zou ik anders Amerikaanse gymnastiek kennen? Want Amerikaanse gymnastiek, die heb je nodig, want die Amerikaanse sleutels zijn verschrikkelijk sterk en zwaar. Dus, kijk hier, zal ik je even laten zien hoe Amerikaanse gymnastiek werkt. Het is zo, van 2, 3, en 1, 2, 3, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Is dat Amerikaanse gymnastiek? Ja. Het lijkt meer op een Russische polka. Joh, jij kan niet eens tot 7 tellen. Kan ik niet tot 7 tellen? Nee. Oh, nee. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, nou, dat wil ik wel eens zien dan. En 1, 2, 3, en 1, 2, 3, en 1, 2, 3, en 4, en 5, 6. Wie deed dat? Hoe bedoel je? Ik kreeg opeens een klap. Ik zou het echt niet weten. Ik vind het wel een flauwe grap. Wat kan jij kinderachtig zijn? Die gymnastiek doet wel wat pijn. Ah, joh, dat zijn je spieren. Wel nee, het zijn meer mijn klieren. Je wou toch groot en sterk zijn? Maar met een beetje zonder pijn. Jij wilde toch wat leren? Ja, ik wil wel wat leren. Kom, dan gaan we het weer proberen. 1, 2, 3. En 1, 2, 3. En 1, 2, 3. Dat nare gelach vind ik helemaal niet fijn. Oh, mag ik dan niet vrolijk zijn? Ja, maar ik krijg hier toch steeds de klap. Haha, dat vind ik juist de grap. Omdat ik groot en sterk wil zijn. Moet jij niet bang zijn voor wat pijn? De trommel, joh, wat denk jij wel? Spreek van kwaadheid uit je vel. Bij zulk geswets, bij zulk gepocht, wie blijft daarbij geduldig nog? Wat zei je? Wat zei je? Wat zei je? Jij groot muil, jij. Nou moet je het zelf weten. Nou zal ik. 1, 2, 3. En 1, 2, 3. En 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, jij deed het. Maar nou zet ik je moer vast. Oh ja. Ja. Nou burg ik je. Zo. Genade! Nooit! Genade! Nooit! Genade! Nooit! Je zei genade! Nee, je zei wel genade! Je zei wel genade! Je zei genade! Ja, je zei wel genade! René! Dag, Paul! Wat is hier in vredesnaam aan de hand? Nee. Niets. Niets, geen moer, wou je zeker zeggen, hè?
Nou moeten jullie eens even heel goed naar mij luisteren, hè? Papa is vandaag jarig. Lang zal papa leven. Ja, lang zal hij leven. Nee. Dit is geen leven, jongens, hoor. Ik ben jarig, nota bene, hè? Het is zondag. Papa mag eindelijk eens een keer uitslapen, hè? En wat gebeurt er? De jongens maken herrie, hè? Wat is dat nou weer? Wel gefeliciteerd, pap. Is dat voor mij? Met je 55ste verjaardag. Pap, en ik heb hier nog een stuk. Het is zo leuk. Als je die weer aan elkaar maakt, kan je hem plakken en dan kan je een hele grote. Kan je leuk met je hobbyset doen, pap. Wat een bengels. Kijk, papa vindt het leuk. Hebben ze me zo'n ballonnetje gegeven? Dat is toch leuk, hè? Soms zou je ze met de koppen tegen elkaar slaan. Het is toch enig, jongens. Zo'n ballonnetje stelt niks voor. Het is een speelgoedingetje, maar het is toch leuk. Het komt uit een goed hart, hè? En dat vind ik zo enig, hè? Zulke donderstenen zie je maar weinig, hoor. Ik ben vaak dankbaar als ik besef dat ik nog een paar van die leuke bollen bij zit. Jongens. Gefeliciteerd, papa.